Een hele goede avond. Fijn dat je kijkt op de 11e van de 11e. Ja, ik heb mijn feestneus niet op. Dit is toch echt de neus van mezelf. Maar toch een vrolijke stemming hier op de 11e van de 11e. Veel lachende gezichten aan tafel. Ja, afgelopen jaren was het vooral Katwijk dat meedeed om de bovenste plek in de tweede divisie. Maar dit seizoen zijn het vooral Quick Boys op plaats 1 en daarachter Rijnsburgse Boys, die het zeer goed doen in de tweede divisie. Dus lachende gezicht aan tafel. Allereerst de middenvelder in zijn tweede seizoen bij Rijnsburgse Boys, Stef van Rooyen. Welkom Stef, fijn dat je er bent. Dank je wel. Van het trainingsveld zo aan tafel hier net op tijd, dus heel goed. Ja, en zeg je lachend gezicht, dan denk je aan Robert Torret, chef Sport Leids Dagblad. Ook jij welkom. Nou, jij kent het klappen van de zweep wel. Zal niet vragen waar je afgelopen zaterdag geweest bent. Wel een beetje bijgekomen, Robert? Nee, dat gaat steeds beter. Dus, ja. Maar goed, daarom. Het is inmiddels weer maandag. Voor je het weet is het weer weekend. We gaan eerst eens kijken naar de uitslagen van onze clubs van afgelopen zaterdag. Ja, zoals gezegd, Quick Boys en Rijnsburg doen het bijzonder goed tot nu toe. We zitten toch op ruim 1/3 van de competitie. Quick Boys wint ook de wedstrijd, de lastige wedstrijd tegen de koninklijke HFC. Er had nog geen ploeg daar gewonnen, hoewel ze niet op het eigen complex spelen tijdelijk. Maar Quick Boys doet dat wel. Zij winnen zelfs met 10 man na een rode kaart voor Ivaljo Staal. In de blessuretijd nog met een mooie vrije trap van Patrick Brouwer. En daarmee werd niet alleen de koppositie gehandhaafd, maar pakte Quick Boys ook de eerste periodetitel van dit seizoen. Ja, Rijnsburgse Boys, eenzelfde uitslag, maar dan aan de blauwe kant van de Westmaat. Boeiend duel tegen Spakenburg, komen we zo uitgebreid over te spreken. 1-2 met 2 goals van Mark van der Weijden. Katwijk, ja, die had een totale off-day. Zij speelden op de Krom 2-4 tegen GVVV, geen slechte ploeg. Maar toch een hele kritische Jasper Ketting en Stan van Bladeren na afloop. De doelpunten van Katwijk mochten niet meer baten. Die waren trouwens van Brandsma en Elgero Mercera. En dan de FC Rijnvogels. Ja, ook zij gingen onderuit. Erg wisselvallig dit seizoen. 2-4 tegen Stedoco. Doelpunten van de Rijnvogels kwamen ook te laat. Die waren trouwens van Oosten en Roffelsen. Ja, en Valk 68 mist u in het rijtje. Die hadden wel een wedstrijd staan tegen RKDEO. Alleen door een sterfgeval bij de tegenstander is die wedstrijd uitgesteld en verplaatst naar een ander moment. RKDEO. Ja, ik wist niet. Hoe zeg jij dat? Wat zei ik? RKDEO. Ja, Rooms-Katholiek deodorant. Ik weet niet, waar staat het precies voor? Nooddorp is het toch? Het is Nooddorp. Nou, dat is al heel wat. Meestal zit ik fout met mijn eerste klasse informatie. Maar Nooddorp had ik dan goed. Ja, een wedstrijd die dus later wordt ingehaald. Ja, Stef, zoals ik al zei, intensief potje. We zullen zo even de doelpunten laten zien. Dat was echt uit het vuur gesleept, hè, die overwinning daar afgelopen zaterdag. Dat kan je wel zeggen, ja. Zwaar bevochten, maar niet minder lekker, denk ik. Nee, zeker niet, zeker niet. Ik vraag me dan altijd af, hè, als je dan zo diep moet gaan. Het is nu maandagavond. Mm-hmm. Voel je het nog? Ja, ik moet wel zeggen dat ik de beentjes wel voel, ja. Ja, ja. Ik, de rest ook wel. Het was echt een... En dat was echt van zaterdag? Ja, een hele pittige wedstrijd was het, ja. Ja, het tempo lag enorm hoog en... Ja, we moesten echt vechten tot de laatste seconde, dus... Ja, want voordat ik even een korte samenvatting doe voor degenen die het niet gezien hebben... kunnen we nu in ieder geval even kort de doelpunten laten zien van die wedstrijd. 1-2 dus. De topper in deze speelronde in de tweede divisie, nummer 3 Spakenburg tegen nummer 2 Rijnsburgse Boys. En die hebben een spits in huis, Mark van der Weijden, die al 11 keer scoorde dit seizoen. En ook op de Westmaat trefzeker is... Van der Weijden met de 1-0 voor Rijnsburgse Boys. En dat is een knappe treffer. Spakenburg won in de competitie 3 keer op rij, maar werd wel uitgeschakeld in de beker door Katwijk. En Spakenburg komt hier in de tweede helft in de problemen. Ze zijn eigenlijk beter dan Rijnsburgse Boys, maar daar is hij weer. Mark van der Weijden met zijn 13e van het seizoen. Stef van Rooyen met de vuurpijl, maar Van der Weijden heeft toch wel heel veel gevoel. En schiet in 1 keer die bal achter Menno Heus. Spakenburg in de slotfase. Nick Verhagen de rechtsback mee naar voren. Die haalt uit en scoort. Het is dan 2-1. Het blijft nog wel spannend daardoor. Maar punten levert het niet op voor Spakenburg. Want Rijnsburgse Boys, ploeg van René van der Kooi, wint deze topper in Spakenburg met 2-1. Met dank aan Mark van der Weijden. Ja, Mark van der Weijden. Daar komen we ook nog wel even over te spreken. Even een korte samenvatting voor degene die de wedstrijd niet heeft gezien. Dit is natuurlijk een hele korte samenvatting.
Dan moet je maar zeggen, Stef, of je daarmee eens bent. Ik deed trouwens verslag, dus ik heb het wel gezien, de wedstrijd. De eerste helft, Rijnsburg de betere. Op slag van rust maak je dan de 0-1, die zagen we net. Terwijl je misschien nog wel 2 of 3 goals had kunnen maken. Na rust een veel gretiger Spakenburg. Komen jullie echt onder druk te staan. En op het moment dat de 1-1 in de lucht hangt, valt eigenlijk uit het niets de 0-2 van weer Mark van der Weijden. Dat doelpunt zagen we natuurlijk ook. 10 minuten voor tijd komt Spakenburg terug tot 1-2. Toen had je die vervelende onderbreking vanwege die spreekoren naar Asante. Mm-hmm. Even een afkoelingsperiode en vervolgens de laatste, 8-9 minuten uitgespeeld zonder echt in de problemen gekomen te zijn. Vat ik het dan goed samen? Denk het wel, ja. Ja, is wel goed samengevat. Eerste helft meer moeten scoren? Ja, zeker. Ja. Ik denk dat wij de eerste helft echt goed spelen. Dat we ze aardig onze wil op konden leggen. Alleen we vergeten de tweede te maken. Ja, de tweede helft is een compleet andere wedstrijd. Dan is het voor ons echt tegenhouden en komen we een aantal keer goed weg. Toch zo'n doelpunt zo, volgens mij was het de laatste minuut van de eerste helft. Het is wel een lekker moment. Dus top. Ja, de timing was lekker. Ja. En ook echt een goede goal. Want de kans die we in de eerste helft missen, die goal die Mark maakt, is denk ik niet echt zo'n kans. Die doet het fantastisch uit de draai met links. Dus lekker. Hij is rechtsbenig, maar hij schiet er 2 met links echt wel geweldig in. Dat is echt niet normaal. Ja, komen we zo nog wel eventjes terug op. Het is wel lekker om zo iemand erbij te hebben, denk ik. Absoluut, ja, absoluut. We mogen niet klagen met hem. Maar kan je een vuurpijl op hem geven, schiet hij nog erin. Hè? Ja, dat hoorden echt, we net in de samenvatting. Nee. Best wel een aardig assist, toch? Maar... Ja. Je maakt ook wat meters inderdaad. Want ik weet niet of dat bijgehouden wordt. In het betaalde voetbal zie je dat wel, hoeveel meters je maakt. Ja, wel doen veel. Doen ze dat bij jullie ook? Ja, zeker. We hebben wel meters, Zit jij wel in de top 3, denk ik? Ik denk het ook wel, ja. Met wie meestal? Nino loopt ook veel, uiteraard. Heeft ook met je positie te maken, maar dan nog. Ja, en dat is het eigenlijk ook bij ons wel, Ja, dan, ik wil er niet al te lang bij stilstaan, maar je hebt even die, op het moment dat Spakenburg terugkomt tot 1-2, dan is het natuurlijk toch nog wel even billen knijpen tot einde. Dan krijg je dus die afkoelingsperiode. Eigenlijk was dat zei volgens mij Van der Weijden ook tegen een van de journalisten, las ik, in het voordeel van jullie, want het momentum van Spakenburg was daarmee weg. Wat zeg je dan op het moment tegen elkaar, op het moment dat je die kleedkamer ingaat? Nou ja, we kijken natuurlijk eerst naar Delano, hoe het met hem gaat. Want het is natuurlijk niet leuk wat er gebeurt. Maar je probeert wel elkaar scherp te houden natuurlijk. Want zo'n onderbreking kwam misschien voor ons niet slecht uit. Maar je wordt wel even weer uit het momentum getrokken. Dus je moet wel zorgen dat je scherp blijft. Dus het was eerst Delano en daarna zorgen dat we zelf weer... Ja, want dat was echt wel ontdaan. Hè? Ik bedoel, ik deed een radioverslag, dus ik heb het natuurlijk uiteraard ook niet gehoord. Dus ik moest het een beetje opmaken uit lichaamstaal. Mm-hmm. Daar kon je op zich wel vrij gaan en zien wat er dan ongeveer speelde. Ja. Maar goed, ik kan me ook wel voorstellen dat dan misschien de teamgeest een beetje versterkt. Of draaf ik nu door? Weet ik niet. Ja, tuurlijk. Je doet het ook voor Delano, maar het is met name gewoon heel pijnlijk. Ik denk dat het, ik weet niet of het positief heeft bijgedragen. Het was gewoon een heel vervelend moment en je probeert er gewoon voor hem te zijn. Uiteraard ook die 3 punten voor hem over de steep te trekken. Dus misschien heeft het wel positieve invloed, maar ik denk niet heel bewust in ieder geval. Ja, je zou bijna zeggen dat in 2024 überhaupt nog gebeurt. Dat is natuurlijk van de zotte. Ja, dat is jammer. Overigens, op het moment dat jullie weer het veld inkwamen, kreeg hij nog een kans. Hè? Ik had eigenlijk wel gehoopt dat hij nog de derde zou binnenschieten. Maar die gaf hij volgens mij aan Van der Moot, die ingevallen was. Ja, Van der Weijden. Ja, volgens mij zeg je het goed. Ja, dat had fantastisch geweest voor Del. Ja. Dat was een mooie sportieve revanche geweest. Hè? Ja. Al met al was dit een van de zwaarste potjes dit seizoen, Stef? Dat kan je wel zeggen, denk ik. Ja. Maar wel genoten in ieder geval. Ik denk ook de neutrale supporter. Ik weet niet of die er veel waren. Ik denk het niet. Nee, maar ik denk dat voor iedereen wel een mooie wedstrijd was. Ja. Ja. Ja, Quick Boys heeft dus wel de eerste periode gehaald door die hele late overwinning. Bij deze Stefan van Rijn, ik gun het jullie van harte. Uiteindelijk sta je daar waar je hoort staan. Was dat voor jullie nog een dingetje eigenlijk, Stef, de periodetitel? Of ben je daar totaal niet mee bezig geweest? Nou, ik persoonlijk niet. Want Spakenburg uit is natuurlijk gewoon een wedstrijd op zich. Zij speelden natuurlijk iets eerder dan wij, dus je volgt het wel. En dat zijn natuurlijk in de laatste minuut die 1-2 maken is zuur. Maar goed, het is gewoon, wij winnen bij Spakenburg uit, wat al een prestatie op zich is. Dus het is jammer, maar ik was er in ieder geval niet zo mee bezig. En volgens mij de anderen ook niet. Ja, ik denk dat je het ook pas achteraf hoorde, toch? Ja, klopt. Ja. Klopt, dus ja. In de wedstrijd was je er sowieso niet mee bezig. Nee. Het is ook niet echt een prijs die echt leefde, kan me voorstellen, toch? Nee. Natuurlijk is het mooi als je... Voor het is natuurlijk plaatsing voor het hoofdtoernooi. Ja. En ik geloof €15.000 heb ik me laten vertellen. Als je het hoofdtoernooi bereikt, de eerste ronde, krijg je dat inderdaad. Ja. Maar jij wil zeggen, als je hem alsnog wint via de voorronde, heb je die €15 ook. Rijnsburg staat er nu ook weer, toch? Dus,
Ja, Quick Boys dus eerste. 12 gespeeld, 9 gewonnen, 2 gelijke en 1 verloren. Dus 29 punten. Rijnsburg op plaats 2 met 2 punten minder. 8 gespeeld, 3 gelijk, 1 verloren. Katwijk, Robert, plaats 6 met 21 punten uit 12 duels. Maar wat vooral opvalt bij Katwijk is ook een beetje doelsaldo. Scoren is lastig dit seizoen voor Katwijk. Ja, was vorig seizoen natuurlijk al eigenlijk die lijn werd toen al ingezet met vertrek het jaar ervoor van eigenlijk, volgens mij waren het 45 van de 75 ja. doelpunten voor een aantal jongens die nu bij Spakenburg rondlopen natuurlijk. Dat hebben ze nog niet echt op kunnen vangen. En eigenlijk ten opzichte van vorig seizoen is daar niet heel veel veranderd. Nee, het is ook wel een beetje wisselvallig, want ze hebben ook wel, onlangs ook voor de beker tegen Spakenburg, ook een knappe overwinning. Ja, als knappe overwinning. Ja. Spakenburg ook wel niet de kampioensploeg van vorig jaar hebben daar ook te maken. Missen ook wel wat spelers, hè? Ja, ze hebben daar echt wel een aantal dragende spelers met zware blessures. Die ook niet meer terugverwacht worden dit seizoen. Dus dat Werkman onder andere, Koos Werkman is laatst uitgevallen. El Azouti natuurlijk. Die deed nog niet mee, nee. Nee, dus dat laatste sporen daar wel na. En ik denk dat je dat ook wel terugziet bij Spakenburg op dit moment. En ja, Katwijk werd vorig seizoen natuurlijk al. Zat toen al niet meer bij de top 3. Dat verval heeft zich wel een beetje doorgezet. Maar goed, ik weet het. Het is 12 wedstrijden. We hebben er 34 te spelen. Quick Boys en Rijnsburg aan kop. Dan een gaatje met 4 punten naar Spakenburg. Dat is natuurlijk niks, 4 punten. Maar denk jij wel dat Quick Boys en Rijnsburg het beide gaan volhouden tot einde om mee te doen? Nou ja, ik denk dat ik zie Spakenburg daar nog wel bij komen. Ondanks dat ze wel dus de nodige personele problemen hebben. Maar ik zie ook niet zo snel andere ploegen die daar bij aan gaan haken. Nee, okay, ik denk wel dat het tussen deze drie gaat. Hè. Ja. Dus jij noemt dan niet, jij ziet bijvoorbeeld een AFC of een Koninklijke HFC ook niet tot einde meestrijden. Nee, nee. En de treffers hoeven we niet over te hebben. Die hebben een heel slecht seizoen. Nee, ik zit niet zo snel bij. Ik denk dat als ik tot nu toe gewoon puur kijk naar het voetbal ook, vind ik wel dat Quick Boys en Rijnsburg daar echt wel bovenuit steken. En Rijnsburg dan met name eigenlijk. En Quick Boys nog niet zo constant. Maar Rijnsburg maakt op mij wel de beste indruk tot nu toe. Oké, wat je zou ook kunnen zeggen, Robert, dat kijk, bij Quick Boys is het misschien wat logischer. Had natuurlijk vorig jaar al een goed seizoen onder Thomas Duivenvoorde. Hoog geëindigd. Dan is dit een logische voortzetting misschien. Bij Rijnsburg is echt sprake van een ommekeer naar een rampseizoen. Ja. Dus dat is sowieso verrassender, denk ik. Dat is zeker verrassend. Tegelijkertijd werd eigenlijk vorig seizoen verwacht dat Rijnsburg wel weer mee zou doen. Net als het jaar daarvoor, toen ze maar tweede eindigde. Toch in die top 5. Door allerlei omstandigheden kwam dat er totaal niet uit. Nee. En nu zie je dan toch wel dat er met de rust die terug is gekeerd binnen de club. En een trainer die voor de groep staat en het een goed verhaal terug, en dat goed weet te vertellen en goed weet over te brengen. En die jongens ook weer het plezier heeft teruggebracht. Dat er echt wel meer kwaliteit in die groep zit dan dat er vorig jaar uitkwam. Ja. En daarbij hebben ze natuurlijk een fenomeentje erbij gehaald. Ja, zullen we die dan gelijk eens wat naar voren halen? Die stond wat verder op mijn blaadje. Want het woord fenomeen wordt een beetje vaak te pas en te onpas gebruikt. Maar ja, Stef, dat is bij Van der Weijden toch wel van toepassing. Dan mag je dat woord toch wel van stal halen. Denk het wel, ja. Volgensnog wel, ja. Ja. Het is wel bijzonder, hè? Hij zat hier trouwens een paar weken terug aan tafel. Vanuit de derde divisie. Is toch altijd even afwachten. Ik bedoel, of hij het niveau aan kan tikken. Mm-hmm. Maar hij is gelijk mee gaan draaien. Ja, maar volgens mij ook. Kijk, natuurlijk, de derde divisie is een niveautje lager. Maar daar heeft hij ook altijd veel gescoord. Jazeker. Dus, maar Nee, ik heb nooit tegen Mark gespeeld. Nee. Nou ja, hij doet het natuurlijk nog supergoed, ook boven de verwachtingen. Maar ja, hij scoort zoveel en daarvoor ook al. Dus helemaal uit de lucht vallen komt het niet, denk ik. Maar dus, ik zei het net al aan het begin, is wel lekker als je daar een beetje op kan rekenen. Hè? Want de lach is terug op de middelmors, dat is logisch. Maar kijk, als de punten komen, is de lach al gauw terug. Mm. Maar het is ook goed voetbal. Ja, dat denk ik wel. Want ik zit te denken, je hebt 1 wedstrijd verloren en die had je eigenlijk nog moeten winnen ook. Ja, ik denk dat je dat goed zegt. Ja, kijk, dat is sowieso met René heel erg. Die wil winnen, maar wel op een bepaalde manier. En ja, dat lukt met name wel aardig. Ik denk ook als je dan onze supporters vraagt, dat we echt wel wekelijks toch wel goed voetbal op de mat leggen. Ja.
Ja, en dan overigens die wedstrijd tegen Katwijk dacht je nog wel even in de blessuretijd. Ik haal hem nog even neer. Ja, dat was achteraf gezien misschien dat, niet zo. Zeg je dat, denk je dan niet na? Is dat een soort instinct? Nee, ja, hij ging. En de kramp schoot er ook bijna in bij mij. Okay. Ja, dus ik kon hem ook niet meer inhalen. Hij was fit. Ja, ik denk, ik haal hem neer. Misschien maken we die 2-2 nog, dan hoor je niemand. Nee, ja, ik had het beter niet kunnen doen. Maar goed, het was een moment. Maar je bent met me eens dat de enige wedstrijd die je dan verloren hebt, dat was eigenlijk nog onterecht ook. Tegen Katwijk, voor alle duidelijkheid. Ja, denk ik wel, ja. Je zegt, de kramp schoot er bijna in, maar is dat ook een gevolg van de manier waarop jullie nu voetballen? Is dat wel zwaarder? Ja, het vraagt veel. Meer. Ja, het vraagt veel, zeker. En ja, zeker ook met de positiewisselingen die we willen hebben. Ja, je bent constant in beweging. Ja, dat zie je heel veel terug natuurlijk. Het is heel anders. Het is veel dynamischer dan het spel dat jullie vorig jaar speelden. Ja, dat denk ik. Ik denk dat je dat wel kan zeggen. Ja. En dat daarvan ook die kramp komt. Ja, dat zal wel. Vreet het ook meer energie, het andere speltype? Dit voelt voor je gevoel, is dit denk ik minder zwaar dan het andere. Okay. Hier heb je veel de bal. En kijk, natuurlijk, het is wel zwaar, maar achter de bal aanlopen vind ik een stuk zwaarder dan. Met de bal, zeg maar. Is ook minder leuk, denk ik. Is een stuk minder leuk, ja. Vraag me wel even af, Stef. Dit is je tweede seizoen bij Rijnsburgse Boys. Mm-hmm. Ja, vorig seizoen dus overgekomen van Hercules naar Rijnsburgse Boys. Mooie stap. Mooie club. Maar dan kom je in een seizoen terecht waarna een paar wedstrijden de trainer al de laan wordt uitgestuurd. Mm-hmm. En dan een rommelig seizoen, ook bestuurlijk. Heb je wel eens een moment gedacht, waar ben ik terechtgekomen vorig seizoen? Nee. Nee. Kijk, het was heel onrustig, maar waar ben ik terechtgekomen niet. Het is een hartstikke leuke groep en het was het vorige jaar ook al. En de begeleiding die er omheen loopt is ook gewoon top. Dus ik heb nooit gedacht van waar ben ik nou terechtgekomen. Het enige is wel, het was wel gewoon onrustig. Maar ja, je hoort van heel veel kampen van joh, dit is echt niet des Rijnsburgs. Dus ja, het was even een onwennig jaar, maar niet in binnen de muren van de selectie. Nee, helemaal niet. Nee. Maar goed, als je toch is, blijft dat een beetje een raar fenomeen. Dat met twee verschillende spelers, want van Kempen en van der Weijden. Ja. Voor de rest zijn het dezelfde jongens als vorig jaar in de basis. Mm-hmm. Dat het nu ineens met min of meer dezelfde groep wel zo goed draait. Kan jij dat verklaren? Is dat echt de trainer, de magie van de trainer? Nou ja, kijk, jij zei net ook al. Ze zijn het seizoen daarvoor tweede geworden. Ja, maar wel met ander voetbal. Ja, dat wel, ja. Ja. Ja, kijk, er is wel een cultuurswitch geweest daarin. Maar ja, de kwaliteit was er wel altijd al. En vorig jaar, ik weet niet of dan ook de randzaken een rol hebben gespeeld. Het was gewoon een moeilijk jaar. Ja. Ja, kijk, en de trainer gooide drastisch om. Ik moet wel zeggen, ik vind ook dat Lucas, onze, ook zeg maar een beetje de fitnesstrainer van de groep, daarbij ook wel een belangrijke rol. We zijn ook gewoon heel fit. En wat ook werkt, je zei het zelf ook al, van als je punten pakt, is het gewoon leuker. Dus ik denk dat het allemaal een beetje gepaard gaat. Het is bijna vergelijkbaar met Ajax. Hè? Van vorig seizoen en dit seizoen. Als je kijkt, bestuurlijk, onrustig. Ja. Een trainer voor de groep die niet helemaal paste. Jij zegt dat nu, maar ook bij Ajax werd er toen gezegd, dit duurt wel 5-6 jaar voordat ze weer boven Jan zijn. Uiteindelijk is het natuurlijk niks zo opportunistisch als het voetbal. Want voor je het weet ben je er alweer bovenop. Ik zeg niet dat Ajax helemaal bovenop is, maar de wereld ziet er nu wel anders uit. Nou ja, het is Rijnsburg natuurlijk vorig seizoen. 13e? Ja, 13e geloof ik, ja. Ik weet dat Chris Graaf van Spakenburg, die zei het jaar dat ze natuurlijk zo ver in de beker kwamen, de halve finale. En toen eindigde ze volgens mij in de competitie als 8e, geloof ik. 8e, 9e. Ja. In de voorbereiding op het nieuwe seizoen van dat kan niet. Je kan niet in één seizoen een gat van, als je 8 hoort, kan je niet kampioen worden. Ja, dat is wel gelukt. En afgetekend ook. Dat betreft, ja. Misschien dat Rijnsburg dat die stunt kan herhalen dit seizoen. Ja, de het beker. Met Spakenburg was behoorlijk vorig jaar. Beker komen we ook nog op over te spreken inderdaad. Is het dan, Stef, de nieuwe trainer René van der Kooi, die zegt van we gaan het zo doen en dat valt dan goed? Of geven jullie dat de spelersgroep ook aan? Van joh, we hebben nu een nieuwe trainer, we willen eigenlijk zo en zo gaan spelen. Een beetje een mix van beide. Nou ja. René had wel een duidelijk plan, vind ik, vanaf het begin af aan. Eigenlijk, zoals hij dat bij Hercules ook had. Werden er gewoon bepaalde regels, wil ik niet zeggen, maar gewoon dingen voorgelegd. En die hebben we heel hard getraind in de voorbereiding. En dat leek op een gegeven moment wel de goede kant op te gaan. En dan buigt de spelersgroep wel mee. En natuurlijk, als er dingen zijn, zo is René ook wel, dan wil hij ook altijd luisteren en het eventueel aanpassen. Dus, maar het was eigenlijk vanaf het begin af aan duidelijk wat we wilden gaan doen. En het pakt goed uit.
En dat is jou ook gevraagd naar jouw mening over hem toen hij in beeld kwam bij de club? Niet per se, ja, wel eventjes, maar niet. Nee, het is niet dat ik daar iets over. Ja, want het is jouw oude trainer. Ja, hè, maar dat is eigenlijk toeval, of heb jij daar nog een rol in gespeeld? Nee, ik heb er geen rol in gespeeld. Okay. Nee, er werd wel aan mij gevraagd voor wat voor type is het, maar ik heb er geen rol in gespeeld. En had jij meteen al het idee van dit gaat passen bij Rijnsburg? Dat had ik eerlijk gezegd wel. Ja. Ook gezien de spelersgroep die we hebben en wat in de club die Rijnsburg is, zeg maar. Ja, ik had wel een goed gevoel erbij. Maar nogmaals, we draaien ook goed. Kijk, had het misschien niet zo goed gegaan, had je weer andere geluiden gehoord, zeg maar. Maar ik had wel een goed gevoel, ja. Het is wel grappig, want ik heb Stef dan met Hercules in de na-competitie 2 jaar geleden tegen IJsselmeer gezien voetballen. Mm-hmm. En dat spel wat ze toen speelden, heel dynamisch ook, met heel veel positiewisseling. Dat zie je eigenlijk nu precies bij Rijnsburg terug. Nou, dus je ziet het is heel lang geleden dat je zo ook aantrekkelijk voetbal hebt gezien. Nog even los van de punten die gehaald worden. Dus dat is inderdaad een heel groot verschil. Ik vroeg me wel even af, Stef. Dat heb ik de trainer ook een paar keer horen zeggen. Natuurlijk gaat alle lof naar Mark van der Weijden, dat is ook logisch. Maar hij heeft wel een paar keer heb ik hem horen zeggen dat Nino en Stef, dus Nino Klaver en jouw persoon, heel belangrijk zijn bij dit spel. Maar ja, dan krijg je misschien wat minder de complimenten, maar dat is wel wat de trainer zegt. Dus kan je er dan wel mee leven dat de show tussen aanhalingstekens gestolen wordt door de spits die de goals maakt? Ja, heb ik niet zo moeite mee. Ik heb liever dat hij ze gewoon lekker erin schiet. En als wij die wedstrijden vinden, dan vind ik het prima. Ja. En dat hoort natuurlijk sowieso een beetje bij een spits, denk ik. Want waarschijnlijk als wij niet goed draaien en hij zou niet scoren, is hij ook weer de boeman. Dus ja, het is. Nee, daar heb ik geen moeite mee. Nee. En is het nou nog wel zo, laten we niet al te veel, ondanks dat het de 11e van de 11e is, de Polonaise lopen. Moeten jullie wel heel blijven? Daarmee bedoel ik, is de bank breed genoeg om eventuele blessuregevallen op te vangen? Ik denk het wel, ja. Ik denk dat we een vrij aardige bank hebben. Ja, als je kijkt wat er nu momenteel op de bank zit, dan denk ik dat we dat wel goed op kunnen vangen. Ja. Robin van der Merkel nog terug natuurlijk. Die is bijna fit volgens mij. Ik denk wel dat Rijnsburg de eerste 18 dat prima is. Dat daarachter al iets smaller is dan Quick Boys. Ja. Maar het is net als met Spakenburg. Ja, als je zoveel pech hebt, ja, dan kan het natuurlijk. Ja. Maar dat is een beetje, daar moet je een beetje geluk mee hebben. Maar ik denk dat we een vrij brede selectie hebben, hoor. Ja. Robert, los van de nieuweling Mark van der Weijden, zijn er nog blijvers bij Rijnsburgse Boys die jou positief verrassen dit seizoen? Nou ja, Kariel is natuurlijk wel een jongen die. Die speelde zaterdag niet zijn allerbeste wedstrijd. Nee, maar wel een speler die natuurlijk vorig seizoen eigenlijk niet echt aan de bak kwam. Nee, dat klopt. Met dit seizoen hemels opgeleefd onder deze trainer. En, eigenlijk wekelijks. Gewoon vaste basisspeler is geworden. Ja. En ook belangrijk is. En Rob Zandbergen centraal is ook wel anders dan wanneer hij als back speelt. Doet het ook goed, denk ik. Doet het heel goed, ja, vind ik ook. Ja. Ja, dat is wel een ervaren rot, ja. Ja, dat kan wel zeggen. Die doet echt goed. Ja. Ja. Overigens, de beker hebben we het over gehad. Voor de mensen die het niet gevolgd hebben, er is natuurlijk geloot. Er zijn alle drie door. Daarmee bedoel ik trouwens Katwijk, Rijnsburg en Quick Boys. Daar is veel over gezegd. De Rijnvogels trouwens, die gingen wel hard af. Hè? Even een heel klein uitstapje naar de Coltuin, Robert. Ja, laten we daar maar niet. Wisselvallig seizoen. Laten hè? We daar maar verder geen woorden aan veel maken. 0-7. Nee, dat was natuurlijk. Ja. Nee, je hoort natuurlijk vaak dat het verschil tussen zeker eerste divisie en top amateurgroep al steeds kleiner wordt. Maar dat was die avond even niet. Maar ja, Quick Boys, niet aan de orde. Je kunt je afvragen of Almere City een eredivisieclub is, maar ze spelen er wel in. En, ja. Niets te vertellen op Niel-Zuid. Maar goed, Stef, jullie tegen Rode JC, ook weer zo'n mooie wedstrijd waar je in de eerste helft eigenlijk meer afstand moet nemen. Mm-hmm. En in de tweede helft moet knokken om de overwinning over de streep te trekken. Ja, ja, het was echt een typisch bekerpotje, denk ik. Maar we hebben het volgehouden. Ja. Dus, de penalty ging er niet in, anders wordt het 2-2. Dan maken jullie vrij kort daarna de 3-1. Mm-hmm. En dat is gewoon een mooie over. Heb je trui nog terug gehad van Nick Marsman? Ja, mijn shirtje is gewoon teruggekomen. Jazeker, jazeker. Ja, dat was jouw shirt, toch? Ja, klopt. Dat was mijn shirtje, ja. Ja. En nu FC Volendam thuis. Wat zijn je verwachtingen, Stef? Ja, ik ben benieuwd. Ja, we hebben het al gedaan tegen Roda. Dus ja, ik zou bijna zeggen, waarom zou het niet tegen Volendam kunnen? Ja, we gaan het zien. Oud-voorzitter Rijnsburg zit daar nu, hè? Ja. Robert? Ja. Had dat nog een rol spelen? Ja, dat denk ik niet. Nee. Ja, Volendam hebben ze ook nog wel wat recht te zetten, hè? Dat was dan weliswaar jong Volendam, maar... En ze hebben ooit van Rijnsburg verloren in de beker. Ik kwam mee met de 2012, 2013 ergens. Die, maar even reëel, je krijgt dan... laten we beginnen met Twente tegen Katwijk. Of Katwijk-Twente, we spelen alle drie thuis. Katwijk kansloos. Dat is wel de lastigste natuurlijk. Ja, dat denk ik wel. Ja. Ook de vorm waarin Katwijk nu is. Maar goed, Quick Boys Fortuna, Rijnsburg-Volendam. Ja, kans raak allebei. Ja, denk ik wel. Ja. En als je het in percentage moet uitdrukken...
Nou ja. Centje of 30? Nee, ik geef Rijnsburg wel iets meer. Hoor. Ja? Ik denk 40-60 zou ik zeggen. Ja, Volendam ook niet. Nou ja, we hebben natuurlijk ook gewoon wel een goede ploeg natuurlijk. Lopen kwaliteit rond. Volgens mij hebben ze daar twee ervaren jongens die er wel makkelijk een balletje in schieten. Drie zelfs, denk ik, met die jongen van Kuwas, slot er geloof ik. Maar thuis geloot, ben je er blij mee, Stef? Ja, zeker. Ja, zeker tegen Volendam. Kijk, als je nou bij wijze van spreken Feyenoord loopt, dan zou ik liever in de Kuip spelen. Maar tegen Volendam doen we lekker thuis, ja. En had je achteraf niet toch liever nog een jaartje langer bij Hercules gezeten? Met die wedstrijd tegen Ajax in het achterhoofd? Nee. Oh, dat verhaal je ook met Van der Kooi. Ja, dat was natuurlijk niet... Was je er bij eigenlijk of niet? Nee, ik was er niet bij. Ik had toen net tegen Noordwijk mijn hand gebroken. Dus ik zat in het gips en... Want je woont, je woont echt om de hoek daar, hè? Ja, ik woon echt wel dichtbij de Galgen. Nou, want je woont in Utrecht, dus Hercules, ik weet niet of het precies Utrecht is, maar in ieder geval daar in de buurt. Kijk je nog wel iedere zaterdag, zondag even van, wat heeft mijn oude ploeg gedaan? Ja, altijd wel eventjes, ja. Want voor de beker, die hebben wel de trainer van Sparta eruit gewipt, ondanks een verlies. Ja, daar was partij ik in de verlenging. Daar was ik wel bij. Okay. Dat leek ook nog eventjes te gaan gebeuren. Ja. Dus ik kwam 1-0 voor, en dan denk je, het zal er niet weer. Uiteindelijk in de verlenging ging Sparta er wel even overheen, maar ja, die trainen wel weg, ja. Nou, we gaan het meemaken. We gaan alweer richting de klok van 10. Overigens zie ik steeds mensen worden verlengd bij Rijnsburgse Boys. Is er met jou al gezeten? Is er al witte rook voor een contractverlenging? Nou, het gaat wel de goede kant op, ja. Ja, ja. Dus daar kunnen we binnenkort... Nog een beetje erbij en dan is het... Nee, daar horen jullie snel meer over. Dat komt goed. Ja, Van der Weijden inmiddels ook langer vastgelegd. De Klaver geloof ik ook. Nou, ik zag meerdere namen voorbij komen. Maar goed, je hebt het naar je zin. Dat is ook duidelijk, denk ik. Dus ja, voorlopig ook geen enkele reden om, denk ik, verder op te kijken. Nee. Dan nog even een klein uitstapje, Robert, naar Noordwijk. Valt natuurlijk niet binnen onze gemeentegrenzen, maar Florian Wolf, die staat wel onder druk. Ik heb net in de wandelgang hier gehoord dat hij eruit gaat zaterdag, dus... Ja, maar dat heb jij, jij zei daar geloof ik niet in. Nou ja... Pieter Vink die ontkent dat in alle toonaarden. Dat deed hij 2 weken geleden al. Je weet wat ze zeggen als het bestuur vertrouwen uitspreekt. Ja, ik weet het niet. Nee, ik denk dat het niet zo'n vaart zal lopen. Ik denk dat hij wel de kans krijgt om de tijd krijgt om daar neer te zetten. Al rommelt het hem natuurlijk wel. Zeker ook toen die wedstrijd tegen Quick Boys, waarin Nick van Staveren behoorlijk tekeer ging tegen hem in de eerste helft. En in de rust pas eruit werd gehaald. Ja, dat zijn natuurlijk geen lekkere dingen voor een trainer die al onder druk staat. Nee, zeker niet. En overstaan van weet ik hoeveel mensen is dat natuurlijk wel een dingetje. Ja. Uiteindelijk toch wel teleurstellend Noordwijk. Hè? Laatste plaats nu, geloof ik. Ja, gedeeld laatste met ADO20. Dus dat is, gaan ze eruit of gaan die nog wel... Vind ik lastig. Nou ja, je zou zeggen van... er staan een aantal ploegen nog wel in de buurt. Er staat een aantal ploegen daar nog in de buurt. Dus dat, maar ze moeten wel snel punten gaan pakken. Ja, dat is natuurlijk... Hoe langer dat duurt, hoe lastiger het wordt. En het vertrouwen is wel laag natuurlijk op dit moment. Overigens wel door in de beker ook, hè? Weliswaar. Ja, nee, knap overwinning door Dordrecht inderdaad natuurlijk. En ja, dat zat natuurlijk te hopen. De wedstrijd ervoor tegen Katwijk was vrij aardig. Ze verloren wel, maar dus Katwijk echt wel onder druk de laatste 20 minuten. Dus net een beetje die stijgende lijn te pakken gevoelsmatig. En toen kwam die behoorlijke zeper tegen Quick Boys. Waar alle hoeken van het veld heel zien kregen. Dus dat heeft ze geen goed gedaan. Is dat jullie grootste concurrent trouwens, denk je, Stef? Quick Boys? En niet alleen op basis van de ranglijst. Dat is een beetje een makkelijke scorebordjournalistiek. Maar je hebt ze natuurlijk nog niet gehad, hè? 7 december. Ja, ik denk wel een van de grootste concurrenten, ja. Want kijk jij wel bijvoorbeeld op zaterdagavond, zondag... nog wat samenvattingen terug van de concurrenten? Of zeg je, nou, ik ben met mijn eigen club bezig en... Nou, vaak op zondagochtend, ja. Ja, toch wel. Wel vaak wel even kijken, ja, zeker. Ja. Wordt een mooi potje, 7 december. Denk het ook. Thuis, hè? Thuis, ja. Ja, Rijnsburg tegen Quick Boys. Maar goed, voor het zover is, hebben we natuurlijk nog een regulier programma. Komende zaterdag, die kunnen we er gelijk wel even bij pakken. Dan hebben we het over... Wat is het dan? 19, zeg ik dat goed? Nee, 16 november. Nu 16 november, zaterdag. U ziet het staan. RKAV Volendam tegen Katwijk. Quick Boys Barendrecht. Barendrecht dat ook wel verrassend goed doet als promovendus dit seizoen. Nou, Rijnsburgse Boys, Jong Sparta. Is trouwens Stef wel een linker ploegje. Ik heb ze tegen Katwijk gezien op de Krom. Snelle jongens voorin. Ja. Moet je ook aan de bak. Absoluut. Ja. En ASWA tegen Rijnvogels. Dat is dan natuurlijk de derde divisie. En FC Skills tegen Valken 68. Overigens beginnen alle wedstrijden om 3 uur, behalve de wedstrijd Volendam-Katwijk. Die begint om 2:30 en ik neem aan dat Valk ook om 2:30 begint.
Ja, dan zijn we alweer het half uur door. Voor het meevallen, Stef? Vond het leuk, hoor. Ja, vloog wel om, hè? Ja, gaat snel. Zeker. Nou, doe je trainer de groeten, want hij had jou als stand-in gestuurd. Hij wil graag nog een keer langskomen, maar hij moest naar een opfriscursus van de KNVB. Ja, ja, dat vond jij ook hard nodig? Ja, ik denk dat dat tijd was, ja. Ja, hè? Nee. Dus, maar bedankt dat je er was. Ja, het is nog een eindje terugrijden. Succes. Uiteraard volgen we jullie tot het einde van het seizoen. En ook in de beker zijn we erbij. Robert, jij ook bedankt. Dat was ook weer een tijdje terug, volgens mij. Dat was enige tijd geleden, ja. Je was natuurlijk een tijdje in het Utrechtse. Nu weer terug. Ja, dat is wel ook alweer een... Twee, drie jaar? Nee, ik ben in november vorig jaar teruggekomen naar Leiden. Ja, oké. Okay. Ja. Maar weer gesetteld, weer helemaal... Wat is nou leuker? Daar. Okay. Nee. Nou, dat was de laatste keer dat u Robert... Dit is dichterbij. Laat ik ja. Het voorop snijden. Het zijn allebei mooie regio's. En ik heb daar mooie dingen meegemaakt. Misschien ook wel leuk een uitstapje voor jezelf misschien. Nee, zeker. Ja. Ja. Op een gegeven moment was alles hier al bekend gesneden koek. En ken je alles en iedereen. En daar moet je natuurlijk je netwerk weer opbouwen. Ik snap het. Ja. Nou, jij ook bedankt. Je hoeft wat minder verder terug te rijden. Maar je moet nog wel naar huis. U bedankt voor het kijken. Volgende week geen voetbaltafel. Dan zit op mijn plaats Pieter Kuyt of iemand anders met de overige sporten. Voor nu bedankt voor het kijken en graag tot een volgende keer.